Dag iedereen, hier zijn we terug met een interview. Deze keer hebben we een loper aan de andere kant van de lens zitten die iets gedaan heeft volledig in het thema van wat wij deze zomer met Marathon en Morgen gaan doen. Maar ik stel voor dat Christophe ons ineens zelf vertelt wat hij gedaan heeft. Goedemorgen, Christophe. Dag Olivier, goedemorgen. Christophe, vertel eens, wat heb jij gedaan vorige maand, vorige week? Ja, ik ben nu, wanneer was het? 17 april ben ik vertrokken tot 26 april. Was het de bedoeling, en dat is me ook gelukt in 10 dagen. Dus de GR129 van Brugge naar Arlon te overbruggen al lopend in tien etappen, zeg maar. Ja. Ja. Ten voordele ook van een goed doel, kom op tegen kanker. Ja, toch nog even bijvermelden. Ja, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor Marathon en Mor. Dus in 10 dagen, dat is eigenlijk ongeveer exact wat wij gaan doen in de zomer. En dan nog voor het goede doel. Van waar het idee? Wel, het idee is, dan moeten we al even terug naar 2017 eigenlijk. Het was voor een goed doel, voor Kom op tegen kanker. En het was eigenlijk voor een collega dat kanker had. Een goede collega eigenlijk, een kameraad dat kanker had in 2017. En ik wou daar iets voor doen. En met de collega's dan een beetje gebrainstormd toen. En dan hebben we daar een project rondgemaakt, dat noemde dan Moedig. Want de collega noemt Mo en dat stond dan voor Mo, extra duwtje in de rug. En we brachten hem, we voerden hem van en naar zijn chemosessies eigenlijk. Dus zodat hij een beetje de band met de collega's kon, dat hij een band kon blijven bestaan eigenlijk, ja. Ja, ja. En goed, ja, hij is ondertussen genezen verklaard. En ik zat toch met een idee nog, corona brak dan uit. En ik dacht van, ik moet dat project nog eens van onder het stof halen. En ik ga daar een 2.0 van maken, Moedig 2.0. En want Mo bleek dan 1000 dagen kankervrij te zijn in april 2021. Hè. En voilà. Ja, dat was het idee dan eigenlijk een beetje om een sportieve prestatie eigenlijk iets negatiefs om te zetten in positief. Ja, ja, het is heel origineel gevonden. 1000 dagen, voilà. Kankervrij, Moedig, dan 2.0. Ja. Mo van zijn naam, het is super gevonden. Er is bestaat ook een website over, dacht ik, die de mensen wel een keer kunnen bezoeken. Nu, het is wel ineens een stevige uitdaging. Het gaat over meer dan 500 kilometer. Liep je eerder ultras? Of was dat echt... Goh, wel. Mijn ultra-ervaring is eigenlijk heel beperkt. Hoor. De zomer van 2019 is eigenlijk mijn ultra-avontuur een beetje aangewakkerd met de dodentocht. Dodentocht in Bornem, je wel bekend waarschijnlijk. Hè? Ja. De kameraad, collega ultraloper hier in Oepwijk, David van den Bossen. Misschien het wel bekend. Toch al een paar spartathlon gedaan. En, die had mij een beetje samen met drie andere kameraden onze kopzot gemaakt, zeg maar, om de dodentocht te lopen. Ja. En voilà. Dat hebben we dan ook gedaan en zijn we dan ook gefinished. Vrij vroeg, mijn kameraden die waren gefinished, zelfs bij de eerste om 7 uur 's ochtends. Ik iets later, 3 kwartier later, goed. Maar zonder specifieke voorbereiding eigenlijk. Ze. Dat toch gefinished en vandaar is dat zo een beetje aangewakkerd. En dacht ik van, tja, dat ligt me wel. En, maar ja, dat was dan de zomer 2019. Goed, een half jaar later was corona daar en vielen alle wedstrijden in het water eigenlijk. Hè. Dus tot daar eigenlijk een beetje mijn ervaring als ultraloper. Wel direct een 100 kilometer, maar dat was het voorlopig. Ja. Ja, ja, tot, ja. Tot mijn project nu, hè. Maar tot dan was het dat. Ja, ja, dus op de dode tocht besmet geraakt door de ultramicroben. Toch wel, ja. Ja, 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 ja. Fantastisch, ja. Fantastisch. Ja. Nu, het is natuurlijk ineens een serieuze uitdaging. Hè? Het is een heel afstand om te overbruggen.
Het is in etappes gebeurd. Dat vraagt natuurlijk praktisch ja, toch wel wat voorbereiding. Wat heb je dat gedaan? Gelijk overnachtingen, bevoorradingen, verzorgingen. Die zaken, hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik ben er eigenlijk een jaar mee bezig geweest met het project. In april 2020 was het idee dan ontstaan. En dan ja, moest ik toch een heel team links en rechts eens gepost zodat ik dat zou aanpakken. En dan ja, bleek het toch vrij snel dat ik een team van 3-4 mensen wel constant rond mij nodig had om, ja, om er toch een succes van te maken, zeg maar. Hè. Dus ik heb dan een coach onder andere genomen ook, die mij een beetje begeleiden in mijn trainingsschema's. Dan ook op zoek gegaan naar een mobiele om, ja, om de nodige rust toch te kunnen inbouwen. Ja, dus je hebt met een mobiel om gewerkt, je hebt niet gelopen van hotel naar hotel bijvoorbeeld. Nee, dus, nee klopt. Dus de trajecten, het ganse traject van 573 kilometer opgedeeld in 10 etappes, omdat mij dat haalbaar leek. Per dag, per etappe 57 kilometer te overbruggen, leek mij wel te doen. En dus ja, de mobiele reed altijd van punt A naar punt B. Hè. Ja. Dus ik had, ja, was een team van 3 chauffeurs eigenlijk. Maar waarvan dat er 1 chauffeur dus de eerste 3 dagen met de mobiele reed, maar dan de volgende 7 dagen heeft hij vaak met mij mee gefietst. Ja. Mee gefietst, mee gewandeld ook. Ja, ja dus, maar, tof. Ja, ja, ja. Ja, dus ik was ook af en toe een kinesist aanwezig. Dat bleek dan ook wel nodig te zijn. Omdat ik ja, een paar dagen na mijn vertrek in een blessure ben gesukkeld. Dus nee, ondersteuning van een team was wel heel belangrijk voor mij. Ja, dus dat was aan de praktische kant. Dus na bevoorradingen en zo was dat op die manier gecoverd. Ja. Je waart ook niet alleen, dan ook voor de veiligheid, ja. Wat ook niet onbelangrijk is. Maar dan, het parcours zelf, is dat misschien de vraag die de mensen zich stellen die het ook willen doen. Is dat deftig aangeduid? Zijn die pijltjes gemakkelijk te volgen? Of is dat puur op GPS? Of hoe gaat dat zoiets? Nou, wel, het staat heel goed aangeduid, hoor. Ongelooflijk. Dat viel mij wel enorm op. Dat je kan haast niet verloren lopen. Nu, ik had mijn GPX-coördinaten ook mee en dan bleek dat wel een hele goede backup te zijn. Want ja, soms... je loopt al eens snel wel 50 meter verkeerd. En ook al geeft je horloge het dan wel aan dat je verkeerd bent, merk je het ook wel vrij snel aan de kentekens dat je dan plots niet meer ziet. Of het kruis hè, op een boom dat zegt van je bent hier verkeerd. Maar verder staat het echt wel prachtig aangegeven. Ik vond ook dat er allemaal precies vrij nieuwe kentekens waren. Vrij recent aangebracht. Misschien door de populariteit van de route. Waarschijnlijk. Het allemaal een beetje opgefrist waarschijnlijk. Hè? Ja. Oké, ik denk dat dat belangrijk nieuws is. Ik denk dat dat veel lopers voor van de zomer ook zal geruststellen. Hè, ja, toch wel. Netjes aangeduid is. Ja. Nu, je vertelt zelf, ja, heb je wel last gehad van een blessure? Wat is er exact gebeurd? Na dag 4, zeg maar, etappe 4. Eigenlijk moet ik al direct teruggaan naar etappe 2. Dat ik voelde van, tja, ik heb hier een pijntje dat ik nog nooit eerder gevoeld heb aan mijn linkse knie. Maar dat was nog niks om me zorgen over te maken. De kine had er eens naar gekeken, het leek niks ernstig. Zondag was er ook geen probleem terug in de etappe kunnen lopen. En dan vanaf dag 4, eens na 30 kilometer, denk ik, voel ik van oei, klopt iets niet. Mijn linkse knieën stijfden eigenlijk ook langs de buitenkant. Nadien bleek het dan een blessure te zijn, een typische lopersblessure, de lopersknie, waar ik nog nooit eerder mee geconfronteerd was, maar het speelde mij wel parten. En dan ben ik vrij veel moeten overgaan tot wandelen wel. Ja. Ja, dus wandelen ging dan nog. Ja. Ja, je hebt stukken gewandeld hè, om die blessuren toch te kunnen... Vanaf dag 5 heb ik bij haast niks meer kunnen lopen. Zo. Ja. Is het goed te doen om te lopen? Is het mooi om te wandelen, bedoel ik dan?
Ja, maar het blijft eigenlijk een wandelparcours. Dat heb ik wel gemerkt nadien. Ja, het is een wandelroute, het is geen looproute. Je merkt dat wel aan de... Ja, de hoogtemeters zijn toch wel stevig. Hè? De afdalingen zijn heel technisch. Heel belastend toch voor de gewrichten. Hè? Dus moesten er mensen zijn die deze zomer... liever één etappe, daarom niet de volledige afstand. Maar ze zeggen, kijk, ik wil graag één etappe mee. Maar ik ga ze wandelen. Dat is perfect te doen volgens u. En is zelf mooi dan, als ik het goed begrijp. Ja, ik heb zelfs eens een etappe van 60 kilometer volledig gewandeld. Dat echt niet ging te lopen. Dus ik heb ze volledig gewandeld. En dan het voordeel van wandelen is dat je nog een beetje meer kan genieten van de natuur. Ja, dat is waar. Ja. Heb je ook meer tijd om naar de pijltjes nog te kijken dan? Ja, klopt. Ja. Nee, het is zeker, het is zeker te doen. Hè. Wandelen is zeker te doen, ja. Ja. Dus je hebt ze gelopen in de richting van Brugge naar Aarlen. Hè? Ja. Dus je bent vlak begonnen en je bent geëindigd met de hoogtemeters. Maar toen dan morgen had het in de zomer in de omgekeerde richting. Ja. Dus we gaan vertrekken in Dardenne, in Arlo, en wij lopen naar Brugge. Zie je daar voordelen of nadelen in? Of, wat zou je voorkeur zijn? Ah, wel, ik zie er eigenlijk, als ik het dan achteraf bekijk, alleen maar voordelen in. Zou je van Arlo naar Brugge doet. Want mijn coach had mij ook aangeraden, toch wel een paar keer met proberen van gedachten te doen, veranderen. Van, zou dat toch niet doen van Arlo naar Brugge, omdat je dan direct die hoogtemeters achter de rug hebt. Ja. En het dan alleen maar, makkelijker is een groot woord, maar toch iets eenvoudiger wordt. Maar ik hield toch vast aan mijn, omdat de etappes lagen toch al een beetje vast. Ik hield dan toch vast aan mijn eerste idee om het van Brugge naar Arlo te doen. Maar als ik het nadien moet bekijken, had het gezien mijn blessure misschien beter geweest om het van Arlo naar Brugge te doen, omdat de grote hoogtemeters, toch sneller achter de rug liggen. Ja. Anders moet je het nog een keer doen, hè, en die omgekeerd, en dan kun je het vergelijken. Jawel, misschien is dat een idee voor volgend jaar. Ik had het aan Thomas trouwens een keer voorgesteld, maar hij zei voor mij geen GR129. Okay. Ik zou anders zeggen, doe het nog een keer voordat wij het doen. Dan laat ons wel weten wat dat best is. En dan... Ja. Maar ik ga even moeten rusten. Ja. Okay. Ja, dus hetgeen dat ik zei in het begin van ons gesprek, Christophe. Allee, het is eigenlijk bijna exact wat wij gaan doen. Ja. Zij in omgekeerde richting. Dus ja, ik denk dat je zeker tips kunt geven aan onze lopers. Wat zijn zo de voornamelijke tips die je kunt meegeven met ons? Ja, ik heb ervoor nagedacht, voor de tips. Want daar heb ik het met Thomas eens over gehad. Misschien dat al een mankement was dat ik niet had, waren de Nordic Walking Stokken. Ja. Ik denk dat dat wel een goede tip kan zijn om, om die te gebruiken. Om toch wel de gewrichten te ontlasten. Hè. Ja, dat is inderdaad een tip waar we misschien niet zouden nagedacht. Ik had er geen ervaring mee, of ik heb er nog altijd geen ervaring mee met die Nordic Walking Stokken. Dus als je er geen ervaring mee hebt, niet doen, denk ik. Maar als je het al eerder gebruikt hebt, zou ik zeggen, neem ze mee. Want... het parcours is toch wel heel uitdagend. Hè. Een stukje langs de lessen daar, heb ik toch wel gevloekt. Ja. Dus dat zijn toch wel... ik denk dat wel een aan te raden tip is, ja. Ja, een zeer interessante tip. Kun je er dan mee stappen als je ze nodig hebt. En heb je ze niet nodig, dan geven we ze gewoon af aan Juri Schepers. Die zal ze wel dragen dan voor de groep. Dus, ik denk dat... een goede tip is, ja. En dan, wat ik veel mee geholpen ben, was toch wel mijn compete. Want na dag 6 zagen mijn voeten er echt niet meer uit van de blaren. Dus compete heeft er mij ook door geholpen. Ja, okay. Twee zeer interessante tips. En verder, de couranten tips, genoeg water en genoeg drinken toch wel, ja. Eten, drinken, toch wel heel belangrijk, heb ik gemerkt. Want ik had eens één etappe, waar er toch een klein misverstand was met de mobilhome. Na 20 kilometer ongeveer, was er altijd even een bevoorrading voorzien.
Onze eerste keer in etappe waar dat de bevoorrading 5 kilometer verder lag. En daar, ja, zeker als je wandelt, is dat al snel een uur langer. En dat had me toch even genekt, ja. Ja, oké, dat zijn zeer interessante tips, denk ik. Ik denk dat we met die tips en met uw verhaal zonder problemen de oversteek kunnen maken dan deze zomer. Kijk, dan ga ik u nogmaals bedanken voor het gesprek, Christof. Ik wil u ook graag feliciteren daarmee. En zeker omdat je het dan ook gelinkt hebt aan een zeer origineel doel. Ik vind het heel leuk. We gaan zeker een keer kijken op de website van Moeder 2.0. Ja, zeker doen. Christof, bedankt en tot later. Goed. Olivier, tot ziens. Tot later. Dag.